Goedemorgen. We zitten in de trein. En waar gaan wij heen vandaag? Wij gaan naar het NAE-congres. En ja. Dat is het eetstoornis-congres. En we praten een beetje zachtjes, want het is heel erg druk in de trein. Ja. En we dachten, we nemen de camera mee, zodat jullie een indruk krijgen van hoe dat congres nou eigenlijk is en zo. En het is best wel vroeg nog. We zijn echt wel vroeg vertrokken van huis. Ja, want het is in Zwolle. En, dus het is een eindje met de trein. Iets voor 7 ging ik al de deur uit. Ik ga iets voor 3. Dus, iets voor 3. We gaan nu nog eventjes op de site werken, want we hebben gewoon laptop bij ons. En dat was het, toch? Ja. En Laura is hier mee in Zwolle. We zijn in Zwolle aangekomen. Ja, ik ben iets langer dan Jessica. Sorry. Sorry, zo. Ja. En volgens mij is hij heel dichtbij. Het is bij de eenhoorn of zo, toch? Ja, het is daar tegenover. Ik zie het al. Daar? Denk ik, ja. En het is daar, toch? Daar, zie ik. Oh. Daar. Oh. Ja, het is echt daar. Oh ja, het is tegenover de parkeergarage. Twee jaar geleden ook uit. Twee jaar geleden, maar ik denk nog steeds dat ik het goed heb. Ja. Nou, Laura staat in de file. Ja. We zijn heel erg benieuwd hoe laat Laura aankomt. We gaan zo crashen. Zeker over zon te kijken, heel gevaarlijk. Ja, we zijn er. We hebben trouwens niet gevraagd of we mogen filmen, dus dat wordt weer een succes, denk ik. Pas op. Daar is het. Ja, nee, ik zie het trappetje. Wat is het eigenlijk? Hoe heet het eigenlijk? Ik zei de eenhoorn, maar het is in Amersfoort. Slaat hem nergens op. Ja, en we zijn op het toilet. Het toilet. Ik weet ook niet waarom. Elektrische dingen, alsof je dan... Is dat, joh? Ken je dat? Ja, dat is Sinterhuis. Wat ben je aan het doen? Ja, mijn broekje goed terecht. Oh. Ik heb hier een hoekje onder. Ah. Nou, ik ga eventjes mijn panty wisselen, want die is natuurlijk weer gescheurd terwijl ik, weet ik veel, aan het reizen was. Dus we gaan ons klaarmaken. We zitten in de zaal. En Annemarie van Elburg is begonnen. En het is directeur van Rindveld. Het programma wil ik jullie op het hart drukken om te overwegen om naar de algemene ledenvergadering te komen. Ja, doen. Ja, mijn jurkje is kapot, dus ik probeer het even te naaien. Erik van Vught. Dames en heren, ik hoor niks. Ah, toch. Ik ga van die 18 minuten 1 minuut gebruiken om jullie te vragen om je tot iemand te wenden in jouw buurt die je nog niet kent. En daar even te zeggen wie je bent en waar je werkt. Tijd gaat nu in. Hartelijk welkom. Heel fijn. Erik, dankjewel voor je praatje. Je vertelde ook iets waar wij bij Rindveld wel veel mee bezig zijn, namelijk dat je ook moet stoppen en niet moet aanmodderen. Hoi, ik ben er ook nu. Ik heb net even op het balkon gezeten, het eerste stukje met Hiske, want we waren met de auto gegaan. En de parkeergarage was helemaal vol, dus we waren een beetje te laat. Het was best wel erg op mijn eerste congres dat ik gewoon te laat ben. Maar goed, we zaten even boven. En nu heb ik Noeska en Scarlett gezien, zijn nu even snel naar de garderobe, want dat hadden ze nog niet gedaan. En koffie halen voor ons. En dit is de zaal. Maar die hebben jullie waarschijnlijk al gezien. Nou, het is nu pauze en we zijn eventjes een beetje rond aan het lopen en koffie aan het drinken. We moeten even voelen hoe het is om op dit podium te staan. Nou, wat leuk. Hoe is het uitzicht vanaf hier? Het uitzicht vanaf hier is ook leuk. Oh, daar zat jij dus, daarboven, Laura. Ja, nou, dat was best een goede plek. Dus nou, Noeska en Scarlett zijn even aan het voorbereiden voor de workshop, presentatie, voor vanmiddag. En nou, het is nu eigenlijk lunchpauze en de zaal is alweer wat leger. We hebben net weer wat... presentaties gezien, heel interessant. We gaan even lunch halen. Noeska die wil nog even wat dingen voorbereiden, die blijft hier. En Scarlett die rent naar de tafel, die heeft super honger. Dus we gaan even kijken wat ze allemaal hebben. Ik ben wel benieuwd. Wat heb je, Scarlett? Ik weet het niet, een soort vegetarische groente gebakken. Ik weet het niet. Ja, het ziet met groente inderdaad. De kaas. Maar het zijn op zich wel luxe broodjes allemaal. Alleen er is niet zoveel meer, want ze zijn een beetje laat gegaan. Dus verrookte zon. Ik zie je wel genoeg aan het. Ja, ja, het is wel genoeg. Scarlett gaat even wat drinken halen. Zo. Lekker wat te drinken. Verse jus. Er is ook melk, maar daar ben ik niet zo van. Nou, het is een beetje chaos. Nou, we zijn lekker aan het lunchen. Ja, is lekker. Scarlett en Noeska gaan zo presenteren en Scarlett is super zenuwachtig, dat kun je natuurlijk zien. En nu wordt alles klaargezet en de zaal zit al lekker vol. En dan Hiske. Hoi Hiske. Hoi, ik wil niet. Dus we gaan zo beginnen. Welkom allemaal bij onze workshop. Ik doe heel even een korte introductie. We laten Proud to be Me, wat we allemaal doen, laten we zien aan de hand van een verhaal. Dat verhaal hebben we... Weet je, gebaseerd op de werkelijkheid. Het is geen echt verhaal zoals het precies gebeurd is, maar we nemen je aan de hand van dit verhaal mee in alle onderdelen van de website. Mijn naam is Sarah en ik ben 17 jaar oud. Ik rommel nu ruim een jaar met eten.
Nou, zoals dus verteld is naar een Proud to Meet bijeenkomst geweest. Die geven we 1 keer in de 2 weken in Leiden of in Eindhoven. Goedemorgen allemaal. Dit is weer een filmpje waarin ik jullie een dagje meenem in mijn etenpatroon. Hoe ging het? Ja, goed. Ja, volgens mij ging het wel een goed. Beetje, het ja. Vanzelf. We hebben een beetje geïmproviseerd. Ja, ik was met mijn blaadje aan het trillen en toen dacht ik, oké, dit ziet er niet uit. Dus toen dacht ik, ga maar gewoon zitten. Ja, maar dat is een sterk verhaal. Best wel in je rol, dus ja, ik was helemaal Sarah, 17 jaar en ik had een eetstoornis. Wat gaan we nu doen? We gaan nu naar House Koffen. Scarlett. Pst. Ja. Iemand ligt te slapen, want hij is bang dat hij niet op tijd uitstapt. Op de basisschool vroeg zij 8 keer dezelfde opdracht aan haar juf. Juf, begreep ik nou goed dat ik mocht gaan kleuren? Je mag gaan kleuren, schatje. Juf, mocht ik nou gaan kleuren en... Ja, ga nou maar kleuren, schatje. Juf, heb ik goed begrepen dat ik mocht gaan kleuren? Ga nou maar kleuren, schatje. Renate Nijmegen. Allemaal lekkere dingen. Ja. Miska, wat ben je aan het doen? Hoi, ja, dit is nu een boek. We hebben een toneelstuk gekeken. Ja, hoe was het toneelstuk? Het was echt superleuk. Ja? Het was echt allerlei leuke, aparte dingen die het werd. Het was super leuk. Ja, echt heel mooi. Ja, we zitten in de trein naar huis. Ja. En was wel leuk, toch? Ja, dat was heel leuk. Onze workshop ging best goed. Grote dag en een mooie toneelstuk gezien. Ja. Superleuk. En daarna nog gezellig wat gedronken, dus eigenlijk was wel leuk. Ik hoop in ieder geval dat jullie het leuk vonden dat we de camera hebben meegenomen. Ik doe de camera even wat dichterbij, want ik denk dat we ons niet verstaanbaar zijn. Dat denk ik ook. Ja. Was het toch? Ja, bedankt voor het kijken. En abonneer je op ons YouTube-kanaal. Tot de volgende keer. Dag. Doei.